Ja, en dat is iets waar ik in ieder geval, en ik denk heel veel mensen, eigenlijk niet echt bij stilstaan. Wij volgen de juridische zaak natuurlijk. We hebben Peter heel lang gevolgd met de 44 uitzendingen die hij aan heeft besteed. Maar wat er bij jou gebeurt op het moment dat de man vastzit, of verdacht wordt al zelfs, in eerste instantie. Ja. Is dat ook de titel, Nooit meer hetzelfde? Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde worden. Wat is vooral veranderd? Wat is er niet veranderd? Alles is veranderd. We zijn publiekelijk bezit geworden. Ik bedoel, ik heb er niet om gevraagd om bekend te worden. Iedereen heeft een mening over je. Elke stap die je zet, die wordt gevolgd. Ik heb me al 22 jaar ben ik mij aan het verantwoorden en aan het verdedigen. Ja, wat is er niet hetzelfde? Mijn man is totaal veranderd. Die staat er ook in. We hebben bewust voor elkaar weer gekozen. Het is een hele moeilijke periode geweest. Ik heb op punt gestaan om bij hem weg te gaan. De bom barstte op een gegeven moment. Ja, weet je, je zoekt de oude Herman en die krijg ik nooit meer terug. Op de manier hoe ik verliefd op hem ben geworden, dat is hij niet meer. En dat zal hij nooit meer worden. En ik ben natuurlijk ook veranderd. Ik ben bijna 7 jaar uit elkaar. Je kinderen worden groter. Noem alles maar op. Niets is meer hetzelfde. Nee. Jij bent wel de reden geweest dat Peter zich enorm heeft vastgebeten in deze zaak. Dat is bekend. En mede door jullie inzet is uiteindelijk bewezen geworden dat zij het ten eerste niet gedaan hebben. Maar hij is ook nog vervolgens echt een dader opgepakt. Peter, kan jij aangeven wat jou zo trof in Anja toen je haar voor het eerst zag? Ja, ik heb haar voor het eerst in 1995 gezien. En toen waren Herman en Wilco net veroordeeld door het Hof in Arnhem. En Anja die was radeloos. En iedereen was tegen haar. Niemand twijfelde eigenlijk aan die veroordeling. En wat mij nog goed bijstaat is dat Anja was, en dat bedoel ik niet vervelend, een dorpse vrouw. Haar wereldje was Putten. Ze was nog nooit met de politie in aanraking geweest. Wist niets van het recht en de rechtspraak, van de advocatuur, het gevangeniswezen. Moord en doodslag was in Putten natuurlijk ook niet iets waar je dagelijks mee geconfronteerd werd. Maar haar man zat vast, verdacht van het ergste eigenlijk waar je van beschuldigd kan worden. Een lustmoord op een jonge vrouw. Ja, verkrachting. En dan woon je in een dorp en je hebt schoolgaande kinderen. En wat mij heel erg trof was dat Anja, ondanks al die dingen die tegen waren, waar ze geen ervaring en geen kennis van had, dat ze dat oppakte en dat ze dat zich razendsnel eigen maakte en heel goed kon verwoorden wat er mis was, waarom het niet klopte, waarom ze in Herman bleef geloven, omdat hij die zondag dat die moord gepleegd was, bij haar thuis was. Dat wist zij. Niemand geloofde dat. Politie en justitie dachten dat dat een gefabriceerd alibi was. Ze werd weggehoond, niet serieus genomen. En ondertussen was ze de vrouw van die lustmoordenaar. Maar ja, wat ik prachtig vond, en dat heeft mij ook enorm geïnspireerd en gemotiveerd, was dat zij die strijd aanging. En dat ze dat ook altijd heel waardig heeft gedaan. Ook dat vond ik heel knap. Maar het knappe is ook, als ik het boek lees, hè, want Peter zegt terecht, jij hebt altijd achter je man gestaan, een rotsvast vertrouwen, want hij zat naast je op de bank thuis die zondag. Hij werd verdacht van het spreken van de moord op Christel Ambrosius. Maar de agenten die hem hebben verhoord, die halen jou op een gegeven moment erbij. Dat lees ik in het boek. Ja. Waarbij ze eigenlijk zeggen, zeg maar tegen je vrouw wat je tegen ons hebt gezegd, want je hebt gewoon gezegd dat je het hebt gedaan. Ja. En dan zeg je ook tegen je man, wat heb je het over? Je hebt het niet gedaan. Ja, dat was de eerste keer dat ik Herman zag, was ongeveer 3 weken nadat hij vast zat. En hij keek me aan en hij zegt, Anja, ik weet het niet. Ze zeggen dat ik het gedaan heb. Ze hebben mijn DNA. En dat klopte niet? Nee, maar ik kon op dat moment tegen hem zeggen wat ik wou. Maar dat kwam eigenlijk al toen al gewoon al bijna niet meer bij hem binnen. En dat ik ook dacht van, wat vreten ze in godsnaam met je uit? Weet je wel, hoe kunnen ze hem... Het is echt geen klein mannetje, weet je wel. En hij is echt niet een bangig iemand of wat dan ook. Maar er zat gewoon een bang, bijna een klein kind voor me. Dat ik denk van, wat doen ze met je?